Wanneer het gaat om carbonkredieten is de focus van Suriname op dit moment op de reducerende maatregelen. En na een presentatie eind juli voor president Santokki zei de bewindsman juist dat Suriname spoedig kan verdienen aan koolstofkredieten. De inkomsten zijn mogelijk vanwege onze carbon-negatieve status en de enorme bosdichtheid van het land. Echter is het verdienen aan de koolstofkredieten nog afhankelijk van het Parijsakkoord, zei minister Marciano Dassai van Ruimtelijke Ordening en Milieu vandaag voor de vergadering van de ministerraad. Nou, het is een heel proces. Carbon credits heeft... er zijn heel veel mogelijkheden voor carbon credits. Het is niet alleen maar dat jij kan verwachten dat die absorptie van onze bossen ervoor kan zorgen, maar het gaat ook om reducerende maatregelen. Dus nu focussen we even op de reducerende maatregelen, omdat volgens het Parijsakkoord we nog niet zo ver zijn om vanuit removals, dat is dus absorptie van de bomen, dat we geld eruit kunnen verdienen. Dus nu is het even focussen op reductions, dat zijn dus de mitigerende activiteiten van het land om daaruit te verdienen. Het ministerie is ook bezig met het proces van het scheiden van vuil en de bewustwording daarover in diverse buurten. Sinds vorig jaar zijn we bezig geweest met het Konidoti-project. En het Konidoti-project houdt in dat wij bewoners stimuleren om afval te scheiden. We hebben dat gedaan in resort Blauwgrond, waar we hebben gevraagd aan de bewoners om hun plastic afval te scheiden van de rest. We hebben ze voorzien van doorzichtige plastic zakken. Die hebben ze dan gevuld en elke laatste woensdag van de maand wordt dat dan opgehaald. Dus dat is het initiële, dat is de basis. Op een gegeven moment gaan we dan afspreken met een OW om dat over te nemen. Wat wij nu doen met het Konidoti-project is dat wij zorgen voor de plastic zakken, we zorgen voor awareness. We zorgen ervoor dat het wordt opgehaald, maar op een gegeven moment zal OW dat dan opnemen in hun bestand en zij dan verder gaan met het project. De bewindsman stelt dat de vuilstortplaatsen uiteindelijk capabel moeten zijn om het afgezonderd afval te sorteren.